Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief inderdaad en geen financieel advies. En we gaan ervoor zitten. Is dit een mega bull trap uiteindelijk alsnog? Of is dit gewoon een ouderwetse shakeout? We gaan het bekijken in de grafieken. En dit wordt een iets langere video dan je misschien gewend bent. Ik heb een heleboel te vertellen. Dus pak een kopje koffie, een kopje thee. Of voor degene die gek zijn, een kopje cola. We gaan ernaar kijken in ieder geval. En we beginnen met de Fear and Greed Index. Want die is in ieder geval van gisteren extreme greed. De grafieken zagen er gisteren nog wel bullish uit. Ik was ook bullish op een aantal altcoins. Maar die zijn de andere kant op gegaan. We hebben een hele grote dip gezien voor Bitcoin. En we zijn wat dat betreft meteen weer naar de 47 gegaan. Dus we gaan zo naar de grafieken kijken. Maar deze video wordt natuurlijk in samenwerking gemaakt met CryptoInsiders.nl. Als jij member bent, kun jij stemmen op de altcoins die ik behandel in deze videoreeksen. Als er ruimte is, dan kijk ik ook naar de altcoins in de videocomments. Maar daar heb ik ook niet altijd de tijd voor. En ik kan helaas ook niet altijd kijken naar de vragen. Wat gaat deze munt doen? Dat kost gewoon te veel tijd. Als je daar meer over wilt weten, dan kun je altijd in de premium Discord groep komen. Want daar focus ik mijn tijd en energie op natuurlijk. Dan, seasonality. Ik zei het al in een video, een paar weken geleden misschien al wel. September is vaak rood. En dat is natuurlijk nooit de garantie dat het opnieuw zo zal zijn. Maar goed, we zien nu weer een rode maand. En die kan dus weer ook aan de rij worden toegevoegd. En dan weet je dat voor volgend jaar in ieder geval. Dan, El Salvador. Die ging natuurlijk live gisteren met Bitcoin. Het verbaast mij niet helemaal dat we gisteren de dip hebben gezien. We spreken wel eens over manipulatie in de markten. En dat is gewoon, dat gebeurt altijd. Grotere schaal, kleinere schaal, traditionele markten. Zeker in crypto. Ik vind het niet helemaal verbazingwekkend dat we dat nu hebben gezien gisteren met El Salvador. Maar goed, goed om te zien dat zij het wel snappen. Buying the dip, 150 nieuwe coins bijgekocht. En hij zegt, it appears the discount is ending. Je ziet wel dat hij net wat nieuw is in de cryptocurrency scene. Want ik denk dat we nog wel een dipje kunnen krijgen. Dan, wel wat we zien is dus dat de grote jongens aan het bijkopen zijn. De Coinbase Premium is op $200. Wat betekent dat de prijs spot voor Bitcoin hoger is op Coinbase dan op andere beurzen. En dat betekent vaak dat de big boys aan het kopen zijn. Dus zij maken gebruik van deze dip en zijn aan het bijkopen. En als jij dat niet aan het doen bent en in paniek aan het verkopen bent, dan moet je dus iets aan je plan veranderen, denk ik. Dan de grafieken. Wat we nu eigenlijk dus zien is wat ik al weken bespreek met een potentieel scenario. En nogmaals, je hebt er nooit zekerheid in, maar wel zijn we daarop voorbereid. Wij zijn dan ook short gegaan in die rode box. Laat ik eerst eens even inzoomen op Bitcoin. We zijn short gegaan op die rode box. We hebben orders ingeladen. Die zijn helaas niet allemaal geraakt wat dat betreft. Maar we zijn nu dus bij nummer 4 aangekomen met een vraagteken. Dus die moet ik eigenlijk weer een keer weghalen. En dat betekent dus dat we hier hoogstwaarschijnlijk een lower high hebben gemaakt op de maandelijkse grafiek ten opzichte van de laatste high. Dus een lower high. Dus wat we hier hebben is een low, high, higher low. En eigenlijk is dit de nieuwe structuur, symmetrische driehoek. Wat betekent dat de koers nog wel iets van een dip zou kunnen maken in de komende weken. Of het nou naar de onderkant gaat, naar de 37.000, dat is nog maar de vraag wat dat betreft. We gaan het in ieder geval zien. Maar goed, wat dat zou kunnen betekenen, als dit de lower high is, dan is het meest waarschijnlijke wat we kunnen verwachten een higher low. Dus wel iets hier, maar dat kan ook iets hoger gebeuren wat dat betreft. Dat is nog even afwachten. Maar goed, dat betekent dus dat we misschien 1, 2, misschien wel nog 3 maanden eigenlijk nog wat meer zijwaarts gaan bewegen voordat we gaan uitbreken. Dus degene die zich al rijk rekenen en een all-time high verwachten in december, ik denk dat dat nog wat langer op zich zal laten wachten. En het lijkt er al lang op dat de cycli van Bitcoin langer duren. Dus de bullrun die zal in mijn ogen ook pas volgend jaar eindigen. Misschien eerste kwartaal, misschien begin tweede kwartaal. Dat is nog even afwachten, maar ze lijken langer te duren. Dus dat voor Bitcoin op de maandelijkse. En wat we hier dus ook zien, dat zagen we in die andere grafiek ook terug. Ik heb het al een paar keer laten zien. Afwijzing in die golden pocket regio. Laat ik dat nog even laten zien. Dus wat we hier zien is stijging naar de golden pocket, afwijzing en correctie. En dat zagen we ook hier bij NIO. Afwijzing in de golden pocket, 1, 2 maanden naar beneden, higher low gemaakt. En die zit nu in consolidatie. Invesco, die heeft er niet eens de golden pocket gehaald. Die is op de 0,382 afgewezen en aan het consolideren. En Tesla, die heeft dus eigenlijk ook hetzelfde gehad. Die had een mooie stijging naar de golden pocket, dikke dip naar beneden.
En vervolgens heeft dat dus ook 1, 2 maanden geduurd voordat de koers weer eigenlijk wat meer bullish is en uit zijn symmetrische driehoek is gesprongen. Maar ook daar nog geen all-time high. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar ben je al 8 maanden verder. Dus het kan allemaal wat langer duren. Maar dit is natuurlijk Tesla, traditionele wereld. En Bitcoin en crypto, dat loopt toch net iets sneller. Dus ik verwacht ook dat dat iets sneller zal gaan gebeuren. Nou, voor degene die nog twijfelde aan de futures gap of die gesloten is, die is gesloten. Dan de wekelijkse. He, dus de vraag is eigenlijk: is dit nou een shakeout? Is dit nou een enorme bull trap? Mijn excuses daarvoor. Nee, in mijn ogen is dit een ouderwetse shakeout. He, en ik heb het al in eerdere video's gezegd: shakeout, shakeout, shakeout. He, shakeout, shakeout. En ook in de bull market van 2017 zagen we regelmatig dips van 20 tot 40%. He, ze waren voornamelijk 30%, oh, hier 40%, 40%, 20 tot 40% hier een shakeout. Dus er zullen ook meer shakeouts komen in de komende maanden. Dus als je nieuw bent, wees je daarvan bewust. Maar goed, wat kunnen we dan verwachten? Dit is dus die wekelijkse high low die we aan het vormen zijn. Nogmaals, een trend, dat is dit. He. En ik zei al, dit stukje hier is alleen dit stukje. En we moeten nog die high low maken. En hier zie je niet heel erg diep getekend. Dus het kan ook dieper. Maar goed, dat is wat we nu dus aan het vormen zijn. Die wekelijkse high low. Voordat we doorgaan naar boven. Dus waar gaat die dan vormen? Nou, we hebben eigenlijk in één dag al de technische target van de short bereikt. Dus we zijn hier short gegaan. De koers had nog dus wat hoger kunnen schieten. Dat was gewoon een mogelijkheid. Maar dat hebben we niet gekregen. En dat betekent ook niet. Ook dat niet alle orders van de short zijn gevuld. Maakt niet uit. Op de lagere timeframes waren er meer instapmomenten. En daar gaan we zo naar kijken. In mijn ogen is het een shakeout. Hè? Want mijn theorie is. Bull market is niet voorbij. En dat zei ik ook al tijdens de crash. Hier op die crash zei ik. We gaan een paar maanden wellicht zijwaarts bewegen. Waarin de big boys accumuleren. Voordat we doorbreken naar boven. En daarbij die theorie. En hoe de grafiek eigenlijk altijd verlopen is. Een shakeout. Higher low en door naar boven. En we hebben nu dus technische target 1 al bereikt. De wekelijkse 21 EMA. Ik verwacht ook dat we die op zijn minst nog een keer gaan aantikken. En we zouden hierbij ook net onder deze support kunnen vallen van de $40.000. Potentieel naar de 37, 35, nou 35 niet, hè, 37, $38.000. De golden pocket regio hier. Als we daar onder komen en ondersluiten en eigenlijk bearish afwijzen. Dan heb ik het helemaal verkeerd. Dan is het bull market voorbij. Maar dat is niet wat ik verwacht. We zien ook hier support komen voor de 50 moving average die langzaam omhoog aan het bewegen is. Dus die blauwe box blijft wat dat betreft de target om bij te kopen voor mij. En nogmaals, in mijn ogen is dit een hele stevige shakeout. Want dat is een hele grote beweging natuurlijk. En ik zei in eerdere video's al, we kunnen rustig 20% pullbacks verwachten voor Bitcoin. En ja, dit is vrijwel 20%. Dus het lijkt toch allemaal een beetje te kloppen. Qua theorieën en verwachtingen eigenlijk. Dus nee, bullmarkt niet voorbij. Nu verkopen heeft niet zoveel nut, want de grootste beweging is ook al geweest. Dan, hier wat ik deelde eigenlijk al. Op 5 september deelde ik deze trade al. Hoe wij short wilden gaan in anticipatie van de beweging. Allemaal gedeeld in de premium Discord groep. De voorbereidingen die begonnen al op 28 augustus. Ook daarvoor, maar dat bericht kon ik niet meer vinden. Dus kom in die premium Discord groep. Het kost je misschien wat euro's, maar ik denk dat je het er dubbel. Nou, ik weet dat je het er dubbel en dwars uithaalt. Hier ook iemand een review. Nou, een review die was eigenlijk gewoon heel blij. Na de crash van gisteren. Deze persoon heeft ook de crash van mei meegemaakt. Diep in het rood. Paniek. Is daarna de cursus gaan doen. Zit in de premium Discord groep. Zet de video maar even op pauze. Dan kun je het nalezen. Wat ze vooral heeft geleerd is. Van haar fouten, doe dat zeker. Als jij in deze dip opnieuw veel geld bent kwijtgeraakt, dan doe je iets verkeerd. Bereid je voor op dit soort dips. Ga leren traden. En ook wat ze zegt is dat ze gewoon veel relaxter in haar vel zit tijdens zo'n dip. Geen paniek. En dat ze zelfs nog in het groen zit. Ze had orders bijgeplaatst om te kopen. Goed bezig in ieder geval. Dus kom het checken. Kom in die premium Discord groep. Je kunt die premium Discord groep ook. Als je naar rechts gaat uitproberen voor een week. En als je wilt leren traden kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Of een van de twee trade cursussen. En het short gaan dat leer je dus in cursus deel 2. En daarover gesproken, er is een actie. Zo, ik moest hem er even tussen plakken. Maar de premium Discord groep vind je ook hier. Maar er is ook een actie.
Ik heb nog net geen 10.000 abonnees, maar ongelooflijk vet dat we rond die 10.000 zitten. We zijn er bijna. En vanaf de 10.000 abonnees is er een mooie actie gaande met prijzen ter waarde van meer dan 1.000 euro. Je vindt de link onder in de video in ieder geval. En er zijn prijzen, 2 keer de handelscursus 1, 1 keer handelscursus 2, 10 keer 2 weken premium Discord groep. En voor de huidige abonnees 5 keer extra 35 euro een maand gratis. Dus schrijf je in, je vindt de link onder in de video in ieder geval. En ja, doe er aan mee zou ik zeggen. En dit is de cursus, daarvoor vind je meer informatie. Dan naar de daily, ook hier weer toch best wel wat te vertellen. Ik heb ze er weer even bij gehaald, de blauwe banaan. En ook deze, ik heb hem net iets aangepast op de data. En hier zouden we ook iets van ja, een fractal kunnen herkennen. De vraag is, gaan we net zo diep zakken als dat we hier doen? Ik vermoed van niet. En dat is vooral omdat we hier zagen dat er veel bitcoins naar de beurzen werden gestuurd. Dat zien we nu niet. Maar dat betekent niet dat we niet nog een goede dip kunnen krijgen. Ik verwacht op zijn minst eigenlijk dat we die laatste low weer gaan testen. Hè, rond de $43.000. En we zouden erbij iets verder kunnen dippen. En wat we hier eigenlijk ook zagen. 1, 2, 3, 4 toppen. Een dead cat bounce. 6 naar beneden. 1, 2, 3, 4. Misschien krijgen we hier nog een dead cat bounce. En dan een 6 naar beneden. En die 6 zal die rond de $43.000 eindigen. Zal die rond de $37.000 eindigen. Ik durf het je niet met zekerheid te vertellen. Maar het is wel een mogelijkheid die we in acht moeten houden. En nogmaals, als je denkt, ja het kan niet. Ja, we zijn toch met 20% gezakt in één dag tijd. Dus het is zeker een mogelijkheid. Dus bereid je daar ook op voor. We zien nu eigenlijk één beweging voor Bitcoin. Vaak zie je, ik ben met een nieuwe cursus bezig waarin ik dat heb geleerd. Altijd blijven ontwikkelen wat dat betreft. 1, 2, 3. Vaak komen dalingen in 3 bewegingen. 1, 2, 3. 1, 2, kleine dip. 1, 2. En dit is eigenlijk meer een 3. Dus dat zouden we ook hier kunnen krijgen. 1, 2, 3. In de komende weken. Dat is zeker mogelijk. We zouden daarbij ook een grotere falling wedge kunnen gaan vormen. Eigenlijk zoals we hier ook deden. Dus hier vorm je een falling wedge. Falling wedge. Falling wedge. Hoe dan ook geloof ik ook dat we de low hier zullen breken. Want er zullen ongetwijfeld een heleboel mensen zijn die hier een stoploss hebben. En wat zou nou mooier zijn voor de big boys om te raken? Die stoplosses. Dus we zouden hier iets van consolidatie kunnen zien. Tweede beweging. Consolidatie. Derde beweging. En daarin iets van een falling wedge in de komende weken. Voordat we dus weer door naar boven uitbreken. Dat is in ieder geval wat ik op dit moment vooral verwacht. En dit kan iets dieper. En dit is nog even afwachten. Dan op de lage timeframes. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, daar hebben we al de verdere dip in ieder geval. Wat ik net liet weten in de premium Discord groep is dit. Vorm hier een symmetrische driehoek binnen een range. Als die uitbreekt naar beneden, ja, dan gaan we door naar beneden. En er was nog de potentie voor een dead cat bounce. Die lijkt in ieder geval al niet door te zetten. En we lijken hier een kant te hebben gekozen en door naar beneden te gaan. Maar goed, voordat dat gebeurde, wat zagen we gisteren bijvoorbeeld allemaal? Er waren al een aantal waarschuwingstekens natuurlijk. En nogmaals, ik was gisteren ook bullish. Ik weet dat ik zei, we kunnen naar de 55, 59. En dat kon ook. Maar goed, de koers is naar beneden uitgebroken. Stoplosses van de profitable, de goede trades zijn ook geraakt. En de short die is gegaan. Dus dat is allemaal prima. Dus gisteren zei ik nog, ja, potentiële bullflag kan hier ontstaan, maar er is ook een ascending broadening wedge te zien. Die ascending broadening wedge is naar beneden uitgebroken. Bullflag heeft ook niet doorgezet. Er was eigenlijk ook nog een kleine timeframe head and shoulders te zien. En ook die brak naar beneden uit flink. Daarna was er een wat grotere head and shoulders potentieel te zien. Die heeft niet uitgespeeld als een head and shoulders. En daarbij is eigenlijk het belangrijkst de neckline of de support eigenlijk. Zodra die trendlijn breekt kun je daar ook short op gaan. Dus we dipten er iets onder. En daarna kregen we dus eigenlijk de verdere downtrend. Waarbij de target ook ruim overschoten is. En daarom is het ook altijd goed om een deel van je positie te laten doorlopen. Er was een kleine opwaartse driehoek hier naar de consolidatie. Die heeft niet uitgespeeld. Iemand in de Discord groep die herkende overigens ook al een mooiere rising wedge hier in de afgelopen dagen. Ik had hem zelf niet gezien. Maar goed, ook in de premium Discord groep. Andere traders zien ook dingen. Even kijken. En wat we hier dus zien is dus
Nogmaals, dat grotere scenario met een potentiële falling wedge in de komende weken. Maar op dit moment lijken we dus dit bearish scenario te krijgen. Overigens, deze zagen we gisteren ook nog. Hè, vrij grote daling was er nog een instapmoment. Hè, een bearish pennant die dus ontstond onder die weerstand. En die brak ook naar beneden uit. Ook flink zijn targets overschoten overigens. Ja, het was gewoon één grote cascade van long liquidaties. En daarbij gaat het dus ook heel erg hard. Dus meer rood zit er waarschijnlijk aan te komen voor Bitcoin in de komende dagen en weken. Dan Ethereum versus Bitcoin. Die heeft hier eigenlijk niet zo'n hele mooie falling wedge. We zouden hier nog steeds die falling wedge kunnen gaan krijgen. Maar dat gaat gewoon wat tijd kosten om dat te ontwikkelen. Ethereum versus de dollar. Ook hier consolidatie en uitbraak naar beneden. Dit zal voornamelijk Bitcoin gaan volgen. Totdat Ethereum versus Bitcoin zijn eigen gang kan gaan wat dat betreft. Dus ook hiervoor verwacht ik dat we eigenlijk op zijn minst weer rond die $3000 gaan om daar die support te testen. Dat is overigens ook een sterkere support. Daaronder vallen zou eigenlijk vrij bearish zijn. Niet veel support tot 28,8 tot de 2700. Maar de vraag is hoe diep we daar gaan zakken. En daarvoor verwacht ik eigenlijk ook iets van een falling wedge in de komende weken. En ook hier gisteren een waarschuwing. De symmetrische driehoek hier. Die brak eigenlijk naar beneden uit. Dus was ook een mooi short moment. Dan, wat een geouwe hoer voor mij. Excuses daarvoor. Een redelijk lange video. Dan gaan we naar de naar de verzoekjes. De mensen die gestemd hebben. En we beginnen met EngineCoin. En dit deelde ik dus ook een half uur geleden. Misschien iets langer in de premium Discord groep ook wel. Overal op die altcoins zie je eigenlijk consolidatie. Het zijn wat dat betreft kun je ze zien als bearish pennants. Dus die hebben een technische target die je op deze manier dan berekent. Dus 1,31 is een eerdere support. En de 1,15 is de technische target wat dat betreft. En ook hiervoor kun je eigenlijk ervan uitgaan dat we op zijn minst de 1,47 weer gaan testen. Maar deze consolidaties lijken allemaal naar beneden te willen uitbreken voor de altcoins. Dan een vreemde eend in de bijt, FED. Die heeft wel veel teruggegeven op de dip, maar is daarna eigenlijk flink gaan stijgen. Heeft een nieuwe all-time high gemaakt. Dus een van de vreemdere coins. Maar goed, niet alles volgt Bitcoin exact natuurlijk. Dit ziet er ook uit. Dus een eerdere neerwaartse driehoek in april, die was ook al naar beneden uitgebroken. Heeft een enorme rounding bottom hier gevormd. Is uitgebroken, maar de vraag is of we de technische target gaan halen. Want er is bearish divergentie op de koers te zien. Lagere toppen op de RSI, hogere toppen op de koers. En een potentiële ascending broadening wedge, wat een bearish patroon is. Dus die kan de koers in ieder geval weer terugbrengen richting zijn startpunt, 82 cent. En ook hier de 74 cent op de 200 moving average, zodra deze opwaartse trendlijn breekt. En als laatste gaan we kijken naar FTM. En ook hier consolidatie. Dus wat we gisteren zagen, flinke daling, hele snelle snapback omhoog en vervolgens dus consolidatie. Dit staat ook op uitbreken. De vraag is wanneer. Kan beide kanten op. Als Bitcoin hier nou wat meer kracht toont, zou die naar boven kunnen uitbreken. En als die naar beneden uitbreekt, dan kunnen we in ieder geval kijken naar een technische target op de $1.06 tot de $95 cent, de eerdere golden pocket. En je ziet ook dat daar meer support ligt. Eerdere weerstanden en hier ook support. Dus overall verwacht ik voor de meeste munten eigenlijk nog een verdere dip wat dat betreft. Sommige altcoins zullen het beter doen dan andere altcoins, zoals FTM. Maar waar we hier dus bijvoorbeeld ook zien is dat flinke dip, hele snelle stijging. Dat zagen we ook met Matic in mei eigenlijk. Dus als je denkt, ja, ik heb die dip gemist en die munten heb ik niet goedkoop kunnen kopen. Overigens is dit dus voor in mijn ogen voor alles een koopmoment. En zeker als we verder dippen, dan kopen we verder bij. Maar wat we in mei zagen van Matic is ook flinke daling naar beneden. Kwam heel snel terug, maar is daarna langzaam gaan doodbloeden tot de nieuwe cyclus begon. Dus dat zou ook zeker voor een FTM of een Solana kunnen gebeuren. Goed, nou niet eens de langste video ooit. Happy trading. Als er vragen zijn, laat ze zeker weten onder in de comments. Bepaalde vragen in de Discord groep natuurlijk. En zoals altijd, happy trading en een hele fijne dag.